Ja, het is natuurlijk heel belangrijk om het ambacht door te laten gaan en mensen enthousiasmeren voor zo'n molen. Kijk, heel veel mensen zien wel eens een molen staan en weten van, hey, mijn dorp heeft een molen, maar wat er vaak op gebeurt, ja, dat is wel heel mooi om te gaan bekijken. Nee, we zijn echt een winkel en daar gebeurt al van alles. En ja, het is een mooi proces om wel te bekijken natuurlijk. Ja, ik heb collega-molenaars gehoord waar ze pannenkoeken bakken. En natuurlijk rondleidingen worden gegeven. Dus dat soort activiteiten. Ondanks Molendag zijn sommige molens hoe dan ook open voor bezoek of voor klanten die ambachtelijke producten willen kopen. Ja, we zijn altijd donderdag, vrijdag, zaterdag geopend. Ja, regio breed weet wel dat wij meel verkopen en goed meel. Dus ja, daar komen genoeg mensen op af, ja. De molens dragen bij aan het cultuurbehoud van Nederland en de instandhouding van traditionele ambachten. Nou, het is een oud ambacht. Het vertelt iets over ons Nederland. Hè. Waar komen we vandaan? Het zijn eigenlijk oude fabrieken. En niet alleen om meel te maken, we hebben ook houtzaagmolens, oliemolens, papiermolens, zaagmolens, van alles hebben we staan in Gelderland. En ja, dat moet eigenlijk doorgegeven worden. Ja, het vertelt waar we vandaan komen. Ja, het is echt iets typisch Nederlands. Ja, het staat sinds 2017 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO, het ambacht. Zeker heel belangrijk om het door te geven. Want anders ja, weten we over 100 jaar nog wel hoe we met de molen moeten draaien, maar hoe we daar meel op moeten maken, ja, dat is bijna weg. Ja. En het zou zonde zijn. Door de storm genaamd Kiran namen de wieken van de Wiegense molen vandaag een dagje vrij. Ja, hij zou eigenlijk nog wel kunnen draaien, maar dat is de grens opzoeken. Kijk, normaal draait hij eigenlijk elke dag, maar nu zoek je een grensje op en dan moet je niet willen. Er is een punt dat de molen niet meer verder kan draaien. Of je, ja, en qua remmen, hè, je moet hem kunnen afremmen en dan gaat hij zo snel, dan kunnen er ongelukken gebeuren. Dus vanuit veiligheidsoverwegingen staat hij vandaag stil. Ja, je bent altijd met het weer bezig, je maakt een mooi product. Dat vind ik wel heel erg mooi.